1 van de 500. Compensaties ook van de mannen 1, rit nummer 6. Hier staat Serge Joro. Winnaar van de Utrecht City Bokaal. Maar niet zo goed gevoel overgehouden aan zijn 500 meter. Hij wel. Janno Botman. Vorig jaar de nummer 2. Op het NK Sprint. Binnenbaan oké. Okay. Altijd Altijd. Even uit de baan. Aan het IJsselmeer. Broedplaats voor topschaters. Thuisbasis van de grote Olympisch kampioen Irene Schout. Ja, spanning staat er volop. Of voor Joro. Maar vooral ook voor Botman. Voormalig wereldkampioen bij de junior. Ging het mis bij de start. Pootje in de buurt. Hij gaat niet goed. Gaat niet goed met Joro. Hij voelt zich niet lekker. Gaat toch. Ja. Duimpje. Ja. Oké. Okay. Compassie. Go van de start. To the start. Mooi op dit moment op een nationaal kampioenschap. Oog voor de mens achter de schaatser. Ready. Botman moet vaart maken op die eerste meters. Daar moet hij zijn kracht vandaan halen. Opening voorbij in 16-7. Joro. Wat maagbubbels moeten nu onder controle gebracht worden. 16-5 voor Botman en een valpartij voor Joro. Ja, is toch niet oké. Okay. Is iets aan de hand met die jongen. Dit is... En nu opstaan en wegwezen. En kijken naar deze Botman. Die gezamenlijk aan de leiding gaat met Kai voorbij. Open 2/10 sneller. Joro staat op en maakt plaats. Is nu in de binnenbaan als Botman met 25-3 nog altijd 300 over heeft. Ja, persoonlijk record van 1:08.88 en strakke bocht. Waar heeft hij nog over? Na een sterke 500 meter. De man die zich steeds blijft verbazen op die kortste afstand. Sterker en sterker wordt. Wordt hij dat ook op de kilometer? Kai voorbij, 1:08.41. Het is 1:08.90. En dat is 15e. Die geeft hij hier prijs ten opzichte van Kai voorbij. Dat wordt dan weer gehalveerd richting de 500 meter. Wat betekent? Wat gaat hier mis met. Oh, punt ja. In het ijs, ja. Technische fout, maar het ging al niet lekker bij de start. Weg. NK voor Serge Joro. Ja,